Les 1: Yogalessen ontdekken. Ik ga op zoek naar een yogales in de buurt. Ik heb gehoord dat het een geweldige manier is om actief te blijven en te ontspannen. Dat is een geweldig idee, John. Yoga heeft tal van voordelen voor lichaam en geest. Laat me weten hoe het gaat. Natuurlijk, Anna. Ik zal de beschikbare opties onderzoeken en een les vinden die bij mijn schema past. Het is belangrijk om een klas te kiezen die past bij je vaardigheidsniveau en voorkeuren. Ik zal ervoor zorgen dat ik op zoek ga naar beginnersvriendelijke lessen, aangezien yoga nieuw voor me is. Dat is een goed startpunt, John. Beginnerslessen zijn vaak gericht op het leggen van een solide basis en het introduceren van basishoudingen. Ik vind het geweldig om verschillende yogahoudingen te leren en mindfulness te beoefenen door te oefenen. Yoga kan zeker helpen om flexibiliteit, kracht en balans te verbeteren, terwijl het ook ontspanning en stressvermindering bevordert. Dat klinkt perfect. Anna, ik kan wel wat stressverlichting gebruiken en mijn algehele welzijn verbeteren. Absoluut, John. Yoga staat bekend om zijn kalmerende effecten op de geest en zijn vermogen om het zelfbewustzijn te vergroten. Ik heb gehoord dat yoga ook ademhalingsoefeningen omvat. Het kan nuttig zijn voor het beheersen van stress en angst. Ja, gecontroleerde ademhalingstechnieken, of pranayama, zijn een integraal onderdeel van de yoga-beoefening. Ze helpen de geest te kalmeren en de focus te vergroten. Dat is fascinerend. Anna, ik kijk er naar uit om de fysieke en mentale voordelen van yoga te ervaren. Als je eenmaal een les hebt gevonden, aarzel dan niet om de instructeur al je vragen te stellen. Ik zal het doen. Anna, het is belangrijk om de juiste begeleiding te hebben en ervoor te zorgen dat ik de houdingen correct oefen. Absoluut, John. De instructeur kan aanpassingen en aanpassingen aanbieden om je te helpen je lichaam goed uit te lijnen. Ik zorg er ook voor dat ik comfortabele kleding draag en een yogamat meeneem naar de les. Dat is essentieel, John. Comfortabele kleding zorgt voor onbeperkte bewegingsvrijheid en een mat zorgt voor demping en ondersteuning. Ik ben dankbaar voor je begeleiding, Anna. Je kennis en ervaring met yoga zijn van onschatbare waarde. Ik help je graag, John. Yoga maakt al jaren deel uit van mijn leven en ik ben blij dat ik de voordelen ervan met je kan delen. Dank je wel, Anna. Ik hou je op de hoogte van mijn vorderingen en laat je weten hoe de eerste les verloopt. Ik kijk ernaar uit om over je ervaringen te horen, John. Vergeet niet naar je lichaam te luisteren en van de reis te genieten. Absoluut, Anna. Ik zal het met een open geest benaderen en de positieve impact die yoga op mijn leven kan hebben omarmen. Dat is de geest, John. Yoga is niet alleen een fysieke beoefening, maar ook een manier om innerlijke harmonie en welzijn te cultiveren. Ik kijk ernaar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen, Anna. Op naar het ontdekken van de wonderen van yoga. Proost, John. Mogen je yogareis je vreugde, kracht en een diepere verbinding met jezelf brengen? Proost, Anna. Bedankt voor je steun en aanmoediging. Ik ben klaar om de transformerende kracht van yoga te omarmen. Les 2: Fitnesslessen ontdekken. Ik heb gehoord dat het een mix is van cardio, krachttraining en pilates. Het klinkt als een goed afgeronde training. Dat is interessant, John. Het combineren van verschillende trainingsmodaliteiten kan zorgen voor een uitgebreide fitnesservaring. Ik kijk ernaar uit om het uit te proberen en mezelf fysiek uit te dagen. Het lijkt me een geweldige manier om mijn algehele conditie te verbeteren. Absoluut, John. Cardiooefeningen helpen het cardiovasculaire uithoudingsvermogen te verbeteren. Krachttraining bouwt spieren op en Pilates richt zich op kernkracht en flexibiliteit. Het is fascinerend hoe deze les verschillende elementen bevat om verschillende aspecten van fitness aan te pakken. Afwisseling is cruciaal als het op fitness aankomt, John. Het houdt de trainingen boeiend en voorkomt verveling. Ik ben het ermee eens, Anna. Het is belangrijk om oefeningen te vinden die we leuk vinden en die passen bij onze individuele voorkeuren. Door cardio, krachttraining en pilates te combineren, biedt deze les een veelzijdige benadering van fitness. Ik ben vooral geïnteresseerd in pilates. Ik heb gehoord dat het de houding kan verbeteren en de kernspieren kan versterken. Dat is juist, John. Pilates richt zich op het ontwikkelen van een sterke kern. Die de stabiliteit kan verbeteren en een goede uitlijning kan ondersteunen. Ik zou zeker baat kunnen hebben bij het verbeteren van mijn houding en kernkracht. Het is iets waar ik aan heb gewerkt. Deze les biedt je de mogelijkheid om je op die specifieke gebieden te richten en de voortgang in de loop van de tijd te zien. Dat is precies wat ik zoek, Anna. Ik wil mezelf uitdagen en verbeteringen zien in mijn conditie. Het is geweldig om doelen te stellen en je voortgang bij te houden, John. Het houdt je gemotiveerd en betrokken bij je fitnessreis. Absoluut, Anna. Ik ben klaar om mezelf te pushen en te ontdekken waartoe mijn lichaam in staat is. Vergeet niet om naar je lichaam te luisteren en in je eigen tempo te werken. Het is belangrijk om overbelasting of letsel te voorkomen. Ik zal dat in gedachten houden, Anna. Veiligheid en een goede vorm zijn altijd een prioriteit bij elke fysieke activiteit. Dat is de juiste manier van denken, John. Door goed voor je lichaam te zorgen. Kun je blijven genieten van een actieve levensstijl. Ik waardeer je begeleiding en steun, Anna. Je kennis op het gebied van fitness is echt waardevol. Ik ben blij dat ik kan helpen, John. Fitness is een passie van mij en ik vind het leuk om informatie te delen en anderen aan te moedigen een gezonde levensstijl te leiden. Dank je wel. Anna, ik laat je weten hoe de les verloopt en deel mijn ervaring met je. Ik kijk er naar uit om erover te horen, John. Geniet van de les en ga de uitdaging aan. Ik zal het doen, Anna. We proberen onze grenzen te verleggen en onze fitnessdoelen te bereiken. Proost, John. Mogen deze fitnessles je kracht, uithoudingsvermogen en een gevoel van voldoening geven? Proost Anna, bedankt voor je steun. Laten we streven naar grootsheid en elkaar inspireren tijdens onze fitnessreizen. Les 3: Werken op afstand ontdekken. Dat klinkt nuttig. Ik heb er de laatste tijd over nagedacht en ik zou ook kunnen overwegen om op afstand te werken. Dat is een geweldig idee, John. Werken op afstand biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om overal te werken. Ik hou van het idee om een flexibeler schema te hebben en de vrijheid om vanuit het comfort van mijn eigen huis te werken. Werken op afstand kan zeker zorgen voor een betere balans tussen werk en privéleven en het dagelijkse woon-werkverkeer elimineren. Dat zou enorm veel tijd besparen, Anna. Die extra tijd zou ik kunnen gebruiken voor persoonlijke activiteiten of hobby's. Absoluut, John. Door op afstand te werken heb je meer controle over je tijd en kun je je taken dienovereenkomstig prioriteren. Ik heb gehoord dat werken op afstand ook de productiviteit verhoogt omdat er minder afleidingen en onderbrekingen zijn. Dat is waar, John. Werken in een rustige en vertrouwde omgeving kan je helpen je te concentreren en je taken efficiënter uit te voeren. Ik begrijp dat dat goed zou zijn voor de concentratie en om het werk gedaan te krijgen. Bovendien bevordert werken op afstand vaak een gezondere levensstijl. Je hebt meer flexibiliteit om aan lichaamsbeweging te doen of gezondere maaltijden te bereiden. Dat is een geweldig punt, Anna. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan onze gezondheid en welzijn, zelfs tijdens het werk. Werken op afstand zorgt ook voor een betere integratie tussen werk en privéleven. Je kunt persoonlijke zaken regelen terwijl je nog steeds beschikbaar bent voor je werk. Dat is zeker een extraatje, Anna. Het is belangrijk om dat evenwicht te hebben en je niet overweldigd te voelen door verantwoordelijkheden op het werk. Werken op afstand kan ook mogelijkheden bieden om samen te werken met mensen uit verschillende delen van de wereld. Dat is fascinerend, Anna. Het zou interessant zijn om met een divers team te werken en verschillende perspectieven te krijgen. Absoluut, John. Werken op afstand biedt een mondiaal perspectief en de kans om je professionele netwerk te verbreden. Ik zal de mogelijkheden voor werken op afstand in mijn vakgebied moeten onderzoeken en kijken of dit een haalbare optie voor mij is. Door verschillende vacatures op afstand te onderzoeken en de vereisten te begrijpen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen. Ik moet er ook voor zorgen dat ik thuis een geschikte werkruimte heb en dat ik de nodige apparatuur heb om op afstand te werken. Door een speciale werkruimte in te richten, kunt u een productieve omgeving creëren en werk en privéleven scheiden. Dat is logisch. Anna, het hebben van een aangewezen werkruimte kan bijdragen aan focus en productiviteit. Het is ook belangrijk om goed te communiceren met je team en verbonden te blijven ondanks de fysieke afstand. Ik zorg ervoor dat communicatiemiddelen effectief worden gebruikt en blijf in contact met collega's en supervisors. Dat is cruciaal, John. Duidelijke en tijdige communicatie is de sleutel tot succesvolle samenwerking op afstand. Ik waardeer je inzichten en advies, Anna. Je ervaring met werken op afstand is waardevol. Ik ben blij dat ik kon helpen, John. Werken op afstand is een onderdeel van mijn professionele reis geweest en ik deel graag mijn kennis. Dank je wel, Anna. Ik zal doorgaan met het verkennen van de mogelijkheden om op afstand te werken en kijken of dit aansluit bij mijn carrière-doelen. Ik ben enthousiast voor je, John. Werken op afstand kan nieuwe kansen en een andere manier van werken met zich meebrengen. Het is belangrijk om verandering te omarmen en de mogelijkheden van werken op afstand te overwegen. Proost John. Mogen uw verkenning van werken op afstand uw voldoening, flexibiliteit en professionele groei brengen? Proost Anna. Bedankt voor je steun en aanmoediging. Laten we samen aan dit nieuwe avontuur beginnen. Les 4. Groei voorspellen. Dat is geweldig nieuws. Ik heb gehoord dat de voorspelling van ons bedrijf een gestage groei verwacht. Dat is fantastisch, John. Het is altijd bemoedigend om te horen over positieve projecties voor de toekomst. Absoluut, Anna. Het wekt vertrouwen en motiveert ons om te werken aan het bereiken van die doelen. Weet je wat de voorspelling voorspelt in termen van het groeipercentage? Ik ben niet zeker van de exacte cijfers, Anna. Maar ik denk dat de voorspelling wijst op een consistent en opwaarts traject. Dat is veelbelovend, John. Het betekent stabiliteit en potentiële kansen voor professionele ontwikkeling. Ik ben het ermee eens, Anna. Gestage groei kan leiden tot nieuwe projecten, meer verantwoordelijkheden en zelfs loopbaanontwikkeling. Het is belangrijk voor ons om op de hoogte te blijven van de voorspelling en hoe deze van invloed kan zijn op onze rollen binnen het bedrijf. Dat is waar, Anna. Als we op de hoogte zijn van de voorspelling, kunnen we onze inspanningen afstemmen op de doelstellingen van het bedrijf. Het helpt ons ook om op een proactieve manier te anticiperen op veranderingen en ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ik ben benieuwd welke factoren bijdragen aan de verwachte groei. Het zou interessant zijn om de markttrends te analyseren. Markttrends, klantvraag en effectieve strategieën zijn enkele van de factoren die de groei kunnen beïnvloeden. Het is fascinerend hoe verschillende elementen samenkomen om de toekomst van het bedrijf vorm te geven. Absoluut, John. Een uitgebreide analyse kan waardevolle inzichten opleveren en als leidraad dienen voor besluitvormingsprocessen. Ik denk dat het cruciaal is dat elke afdeling bijdraagt aan de algemene groei van het bedrijf. Je hebt gelijk, John. Samenwerking en synergie tussen verschillende teams zijn essentieel voor duurzame groei. We kunnen allemaal een rol spelen om het bedrijf vooruit te helpen en de verwachte groei te realiseren. Dat is de geest. John. De bijdrage van elk individu is belangrijk en kan een aanzienlijke impact hebben. Ik ben verheugd om deel uit te maken van deze reis en bij te dragen aan het succes van het bedrijf. Je enthousiasme werkt aanstekelijk, John. Het is inspirerend om je toewijding en positiviteit te zien. Dank je wel, Anna. Ik geloof in het potentieel van ons bedrijf en de kansen die in het verschiet liggen. Met de verwachte groei is het belangrijk voor ons om flexibel te blijven en ons aan te passen aan veranderingen in de markt. Absoluut, Anna. We moeten innovatie omarmen en voortdurend zoeken naar manieren om te verbeteren en te evolueren. Continu leren en professionele ontwikkeling zullen ook cruciaal zijn in dit groeiproces. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. We moeten elke kans aangrijpen om onze vaardigheden en kennis te verbeteren. Op deze manier kunnen we tegelijkertijd bijdragen aan de groei van het bedrijf en onze eigen persoonlijke groei. Het is een win-win situatie, Anna. Ik ben benieuwd hoe onze gezamenlijke inspanningen de toekomst zullen vormgeven. Ik ook, John. Laten we gefocust, gemotiveerd en klaar blijven om de kansen die op ons pad komen te omarmen. Op naar de voorspelde groei en de spannende reis die voor ons ligt. Les 5. Nieuwe gewoontes uitproberen. Ik begrijp waarom het aanleren van goede gewoontes belangrijk is voor persoonlijke groei en succes. Absoluut, John. Gewoonten bepalen ons gedrag en hebben een grote invloed op ons leven. Ik heb gelezen over succesvolle mensen en de gewoontes die ze aan hun prestaties toekennen. Dat is interessant, John. Wat zijn enkele van de gewoontes die je aandacht trokken? Een gewoonte die me opviel, is vroeg wakker worden en de dag met intentie beginnen. Ik heb daar ook over gehoord, John. Zo kunt u de dag productief en geconcentreerd beginnen. Ja, het biedt de mogelijkheid voor zelfzorg. Planning en het stellen van doelen voor de dag. Ik zal zeker overwegen om die gewoonte zelf te proberen. Het lijkt me een geweldige manier om mijn tijd te maximaliseren. Een andere gewoonte die ik tegenkwam is het dagelijks beoefenen van dankbaarheid. Dankbaarheid is krachtig, John. Het helpt onze aandacht te verleggen naar wat we hebben en zorgt voor een positieve instelling. Absoluut, Anna. Dankbaarheid uiten kan meer vreugde en tevredenheid in ons leven brengen. Ik zal mijn best doen om dankbaarheid ook in mijn dagelijkse routine op te nemen. Het is een eenvoudige maar indrukwekkende gewoonte. Een andere gewoonte die mijn aandacht trok, is regelmatig lezen om kennis uit te breiden en nieuwe perspectieven te verwerven. Lezen is een geweldige gewoonte, John. Het verbreedt onze horizon en stimuleert onze intellectuele groei. Ja, het stelt ons in staat om te leren van de ervaringen en wijsheid van anderen. Ik ben al een fervent lezer. Maar ik zal me bewust inspannen om meer verschillende genres en onderwerpen te lezen. Dat is geweldig, Anna. Door verschillende onderwerpen te verkennen, kun je een goed afgerond perspectief ontwikkelen. Een andere gewoonte die ik wilde proberen is het beoefenen van mindfulness en meditatie. Mindfulness is een krachtige oefening, Anna. Het helpt ons aanwezig te blijven en een gevoel van kalmte te creëren. Ik begrijp waarom het nuttig zou zijn, John. Het kan stress verminderen en het algemene welzijn verbeteren. Absoluut, Anna. Het is de moeite waard om het eens te proberen en te zien hoe het ons dagelijks leven positief beïnvloedt. Ik zal zeker overwegen om mindfulness in mijn routine op te nemen. Het lijkt een nuttige gewoonte. Een andere gewoonte die succesvolle mensen vaak noemen, is het stellen van specifieke doelen en het ernaar toe werken. Het stellen van doelen is cruciaal voor vooruitgang en groei, John. Het geeft ons richting en een gevoel van doelgerichtheid. Ja, het hebben van duidelijke doelen helpt ons om gefocust en gemotiveerd te blijven tijdens onze reis. Ik zal er een punt van maken om zinvolle doelen te stellen en deze op te splitsen in bruikbare stappen. Dat is geweldig, Anna. Consistente actie ondernemen om onze doelen te bereiken is essentieel om deze te bereiken. Ik ben het ermee eens, John. Het is belangrijk om proactief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen groei en succes. Het uitproberen van deze gewoontes kan een positief verschil maken in ons leven. Laten we de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling aangrijpen. Ik ben benieuwd hoe deze gewoontes ons welzijn zullen verbeteren en ons zullen helpen ons volledige potentieel te bereiken. Absoluut. Anna, laten we elkaar steunen bij het ontwikkelen van deze gewoontes en het creëren van een positieve impact op ons leven. Bedankt voor het delen van deze inzichten, John. Laten we samen aan deze reis van zelfverbetering beginnen. Je bent van harte welkom, Anna. Laten we elkaar aanmoedigen en onze vooruitgang onderweg vieren. Les 6. Advies inwinnen. Anna, ik wilde je om advies vragen. Kan ik op jouw inbreng rekenen? Natuurlijk, John. Ik ben altijd blij om te helpen. Waarover heb je advies nodig? Ik heb een carrière switch overwogen en ik ben onzeker over de volgende stappen die ik moet nemen. Heb je suggesties? Natuurlijk. Ten eerste is het belangrijk om je vaardigheden, interesses en lange termijndoelen te evalueren. Dat is logisch, Anna. Ik wil ervoor zorgen dat mijn carrière aansluit bij mijn passies en ambities. Overweeg om verschillende bedrijfstakken en functies te onderzoeken die aansluiten bij uw interesses. Dat is een goed startpunt, Anna. Ik zal verschillende opties onderzoeken om een beter begrip te krijgen. Netwerken kan ook waardevol zijn om inzichten te vergaren en contact te leggen met professionals in het door jou gewenste vakgebied. Ik zal mijn best doen om mijn professionele netwerk uit te breiden en advies in te winnen bij ervaren personen. Bovendien kan het bijwerken van uw cv en het afstemmen op de specifieke branche uw kansen vergroten. Ik zal zeker werken aan het vernieuwen van mijn cv om de relevante vaardigheden en ervaringen te benadrukken. Vergeet de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling niet, zoals cursussen of certificeringen. Juist, Anna. Voortdurend leren en bijscholen zijn essentieel in de huidige evoluerende arbeidsmarkt. Overweeg om contact op te nemen met loopbaanadviseurs of mentoren die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Dat is een geweldig idee. Anna: Iemand hebben die ervaring heeft met het overbrengen van ideeën kan van onschatbare waarde zijn. Het is ook belangrijk om tijdens het hele proces geduldig en volhardend te zijn. John: Verandering kost tijd. Ik zal dat in gedachten houden. Anna: Het is essentieel om gefocust en toegewijd te blijven om mijn doelen te bereiken. Vertrouw ten slotte op je instinct en neem beslissingen die aansluiten bij je waarden en ambities. Bedankt voor je advies, Anna. Ik waardeer je inzichten en begeleiding. Je bent van harte welkom, John. Onthoud dat ik er ben om je te ondersteunen op je reis naar een bevredigende carrière. Ik ben dankbaar dat je als vriendin en mentor bent, Anna. Je advies betekent veel voor me. Ik ben blij dat ik kon helpen, John. Laten we in contact blijven en elkaar blijven steunen. Absoluut, Anna. Samen kunnen we elke uitdaging het hoofd bieden en onze ambities verwezenlijken. Bedankt dat je me je zorgen toevertrouwt, John. Ik geloof in je potentieel en weet dat je de juiste keuzes zult maken. Je vertrouwen in mij is bemoedigend. Anna, ik hou je op de hoogte van mijn vorderingen. Les 7 Feedback ontvangen. Goedemorgen, Anna, ik heb wat nieuws te delen. En ik waardeer je feedback. Goedemorgen, John. Ik ben blij dat te horen. Ik ben hier om alle input of advies te geven die je nodig hebt. Ik heb onlangs een project op het werk afgerond en ik zou graag willen weten wat je ervan vindt. Natuurlijk. Ik geef je graag feedback. Op welke specifieke aspecten wil je dat ik me concentreer? Ik ben vooral geïnteresseerd in uw mening over de algehele effectiviteit en presentatie van het project. Van wat ik heb opgemerkt, John, was je project goed uitgevoerd en leverde het de gewenste resultaten op. Dat is geweldig om te horen, Anna. Ik heb veel moeite gedaan, dus ik ben blij dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. De presentatie was duidelijk, beknopt en boeiend, waardoor het voor het publiek gemakkelijk te begrijpen was. Ik ben opgelucht dat de boodschap effectief is overgebracht, Anna. Ik wilde dat het een impact zou hebben. Bovendien hebben de beelden en het ondersteunende materiaal dat je hebt toegevoegd de algehele presentatie verbeterd. Bedankt dat je erop hebt gewezen. Anna, ik wilde ervoor zorgen dat de beelden een aanvulling waren op de inhoud. Ik waardeer de manier waarop je potentiële uitdagingen hebt aangepakt en oplossingen hebt geboden in je project. Het was belangrijk om te anticiperen op eventuele obstakels en deze aan te pakken, Anna. Ik ben blij dat je het waardevol vond. Een verbeterpunt, John, zou de opname van meer specifieke gegevens en statistieken kunnen zijn. Dat is een geldig punt, Anna. Het toevoegen van concrete gegevens zou het project overtuigender maken. Over het algemeen, John, was uw project goed onderzocht, georganiseerd en met vertrouwen uitgevoerd. Ik waardeer je feedback, Anna. Het stelt me gerust dat ik op de goede weg ben. Vergeet niet, John, feedback is bedoeld om ons te helpen groeien en verbeteren. Omarm zowel positieve als constructieve feedback. Je hebt gelijk, Anna. Ik zal uw suggesties in overweging nemen voor toekomstige projecten. Dat is de geest, John. Voortdurende verbetering is essentieel voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Nogmaals bedankt voor je waardevolle feedback, Anna. Het betekent veel voor me. Je bent van harte welkom, John. Ik ben er altijd om je te ondersteunen en feedback te geven wanneer je dat nodig hebt. Ik ben dankbaar dat je een vertrouwde vriendin en adviseur bent, Anna. Je inzichten zijn van onschatbare waarde. Zo ook, John. Laten we samen blijven leren en groeien tijdens onze individuele reizen. Absoluut, Anna. Samen kunnen we geweldige dingen bereiken en nog betere versies van onszelf worden. Les 8: Compromis met toewijding. Anna, ik heb nagedacht over de tijdlijn van ons project. Denkt u dat we een langere verbindenis kunnen aangaan? Dat is een interessant idee, John. Wat dacht je ervan om halverwege te vergaderen met een verbintenis van drie jaar? Drie jaar klinkt redelijk. Het stelt ons in staat om onze doelen te bereiken met behoud van enige flexibiliteit. Absoluut, John. Drie jaar biedt een solide basis voor planning en groei op lange termijn. Het toont ook onze toewijding en toewijding aan het project, wat vertrouwen kan wekken bij belanghebbenden. Ik ben het ermee eens, John. Het tonen van een engagement op langere termijn kan vertrouwen en geloofwaardigheid bevorderen. We moeten echter ook rekening houden met de mogelijke risico's en onzekerheden die zich over drie jaar kunnen voordoen. Dat is een geldig punt, John. We kunnen deze risico's beperken door onze strategieën regelmatig te herzien en aan te passen. Voortdurende evaluatie en aanpassingen zorgen ervoor dat we ondanks onvoorziene uitdagingen op koers blijven. Het is essentieel om open communicatielijnen te onderhouden en eventuele problemen snel en samen aan te pakken. Mee eens, Anna. Regelmatige check-ins en teamvergaderingen helpen ons om op één lijn te blijven en samen obstakels te overwinnen. Daarnaast moeten we mijlpalen en belangrijke prestatieindicatoren vaststellen om onze vooruitgang bij te houden. Door mijlpalen bij te houden, kunnen we prestaties vieren en gebieden identificeren die verbeterd moeten worden. Laten we ook eens kijken naar de mogelijkheid om ons engagement uit te breiden tot meer dan drie jaar als het project succesvol is. Dat is een geweldig idee, Anna. Als het project succesvol blijkt te zijn, kunnen we mogelijkheden voor uitbreiding verkennen. We moeten echter flexibel blijven en openstaan voor veranderingen in het projectlandschap en de marktomstandigheden. Flexibiliteit is cruciaal. Anna, we moeten flexibel zijn en klaar zijn om te schakelen als de omstandigheden dat vereisen. Absoluut, John. Het vermogen om ons aan te passen en veranderingen te omarmen zal bijdragen aan ons succes op lange termijn. Dus dan is het geregeld. We komen halverwege bijeen en zetten ons in voor een tijdschema van drie jaar voor het project. Mee eens, John. Ik ben ervan overtuigd dat dit engagement ons in staat zal stellen onze doelen effectief te bereiken. Bedankt, Anna, dat je dit met me hebt besproken. Jouw inbreng en samenwerking zijn van onschatbare waarde. Je bent van harte welkom, John. Ik waardeer uw bereidheid om een compromis te vinden en samen te werken aan succes. Samen kunnen we omgaan met de uitdagingen en kansen die op ons pad komen. Laten we ervoor zorgen. Absoluut, John. Ik ben verheugd om met jou aan deze reis te beginnen. Op naar een succesvolle driejarige verbindenis. Proost, Anna. Laten we de komende tijd optimaal benutten en samen iets opmerkelijks creëren. Les 9. Voedselaanbevelingen. Anna, ik heb gehoord dat er een nieuw Italiaans restaurant is geopend in het centrum. Wat raad je aan? Hun pasta en pizza zijn geweldig. Oh, echt. Ik hou van de Italiaanse keuken. Voor pasta raad ik ten zeerste aan om hun klassieke spaghetti carbonara te proberen. Spaghetti carbonare klinkt heerlijk. Hoe zit het met pizza? Is er een specifieke smaak die ik moet proberen? Als je een fan bent van vlees, is hun pepperoni pizza een must om te proberen. Het zit boordevol smaak en is perfect krokant. Dat klinkt fantastisch. Ik kan een goede pizza met pepperoni niet weerstaan. Zijn er nog andere gerechten die het proberen waard zijn? Absoluut, John. Hun lasagne is ook uitstekend. Het is rijk, kaasachtig en gelaagd met overheerlijke smaken. Ik krijg honger als ik er alleen maar aan denk. Staan er vegetarische opties op hun menu? Ja, ze hebben een heerlijke margarita pizza belegd met verse tomaten, mozzarella en basilicum. Het is een vegetarische favoriet. Dat is geweldig om te weten. Ik vind het leuk om vegetarische opties te hebben als ik uit eten ga. Is het restaurant gezellig en gastvrij? Ja, het heeft een warme en uitnodigende sfeer. Perfect voor een informeel diner of een bijeenkomst met vrienden. Uitstekend. Ik geniet van dineren in een comfortabele sfeer. Is het meestal druk? Moeten we reserveren? Het is een populaire plek, vooral tijdens de spitsuren. Reserveren is een goed idee om een tafel te reserveren. Ik zal ervoor zorgen dat ik dat doe. Bedankt voor de aanbevelingen, Anna. Ik ben erg enthousiast om deze plek te proberen. Je bent van harte welkom, John. Ik weet zeker dat je een fantastische eetervaring zult hebben. Geniet van je maaltijd. Ik zal het doen, Anna. En als je ooit samen met mij pasta of pizza wilt eten, laat het me weten. Ik zou graag willen, John. Italiaans eten is altijd een goed idee. We kunnen binnenkort een etentje plannen. Klinkt als een plan. Ik neem contact met je op als ik de reservering maak. Ik kijk er naar uit. Geweldig. Ik zal mijn agenda markeren. Ik kan niet wachten om samen met jou te genieten van heerlijke pasta en pizza. Het is een date, Anna. Laten we tot die tijd samen nieuwe culinaire avonturen blijven ontdekken. Absoluut, John. Het leven is te kort om lekker eten en goed gezelschap te missen. Er zijn nog veel meer eetavonturen. Proost, Anna. Laten we van elke hap genieten en blijvende herinneringen creëren. Les 10: Kooktips. Anna, ik maak vanavond het avondeten klaar. Ik ga pasta maken. Ik heb het begrepen. Moet ik ook beginnen met het koken van de pasta? Ja, alsjeblieft. De pasta koken is de eerste stap. Zorg ervoor dat je een grote pan water aan de kook brengt. Goed, ik zet de pan klaar en verwarm het water. Moet ik iets aan het water toevoegen? Ja, vergeet niet om zout aan het kokende water toe te voegen. Het helpt om de pasta tijdens het koken op smaak te brengen. Bedankt voor de herinnering. Ik voeg een flinke snuf zout toe aan het water. Hoe lang moet ik de pasta koken? Raadpleeg de instructies op de verpakking voor de aanbevolen kooktijd, het varieert meestal van 8 tot 12 minuten. Ik heb het begrepen. Ik hou de tijd in de gaten en test de pasta op gaarheid. Moet het al dente zijn? Ja, al dente is de ideale textuur. Het betekent dat de pasta gaar is, maar nog steeds een beetje stevig is. Perfect. Ik zal ervoor zorgen dat het niet te gaar wordt. Als de pasta klaar is, wat is dan de volgende stap? Nadat je de gekookte pasta hebt uitgelekt, kun je deze met de gewenste saus of ingrediënten mengen. Klinkt goed. Ik maak de saus klaar terwijl de pasta kookt. Enig advies voor een simpele saus. Een klassieke tomatensaus met knoflook, uien en kruiden is altijd een goede keuze. Of je kunt een romige Alfredo-saus proberen. Beide opties klinken heerlijk. Ik ga vanavond voor de klassieke tomatensaus. Heb je specifieke tips om het te maken? Fruit de knoflook en uien in olijfolie tot ze geurig en goudbruin zijn. Voeg vervolgens de geplette tomaten toe en laat even sudderen om de smaken te ontwikkelen. Geweldig! Ik volg deze stappen en laat de saus sudderen terwijl de pasta kookt. Moet ik ze bij elkaar gooien? Ja, als de pasta en saus klaar zijn, giet je de pasta af en doe je deze in de pan. Gooi ze voorzichtig door elkaar zodat de pasta gelijkmatig bedekt is. Ik doe de pasta in de pan en mix ze door elkaar. Nog laatste details of garnituren. Je kunt er voor het serveren wat geraspte Parmezaanse kaas en verse kruiden, zoals basilicum of peterselie, overheen strooien. Geweldig! Ik heb Parmezaanse kaas en basilicum bij de hand. Ik voeg ze toe als finishing touch. Bedankt voor je begeleiding, Anna. Je bent van harte welkom, John. Pasta koken is een eenvoudige maar bevredigende maaltijd. Ik weet zeker dat het heerlijk zal worden. Ik waardeer je vertrouwen. Ik zal mijn best doen. Ik kijk ernaar uit om te genieten van een zelfgemaakt pastadiner. Geniet van je kookervaring, John. Laat het me weten als je nog meer hulp nodig hebt. Eet smakelijk! Dank je wel, Anna. Ik hou je op de hoogte en zal je zeker vragen stellen als ik nog vragen heb. Op naar een geslaagde pasta avond. Les 11. Georganiseerd blijven. Anna, ik heb onlangs aan een groot project gewerkt en er is zoveel te doen. Dat klinkt als veel werk. Hoe blijf je georganiseerd? Ik begrijp het, John. Georganiseerd blijven is essentieel om taken efficiënt te beheren. Ik vertrouw op een paar strategieën. Wil je ze horen? Absoluut. Ik kan wel wat tips gebruiken. Deel alstublieft uw strategieën om georganiseerd te blijven. Eerst maak ik een takenlijst. Ik noteer alle taken die ik moet uitvoeren en prioriteer ze op basis van belangrijkheid en deadlines. Dat is een goed idee. Het hebben van een takenlijst helpt om de werklast te visualiseren. Hoe ga je effectief om met je tijd? Tijdblokkering helpt me mijn tijd te beheren. Ik wijs gedurende de dag specifieke tijdvakken toe voor verschillende taken of soorten werk. Tijdblokkering klinkt effectief. Het helpt om voor elke taak tijd vrij te hebben. Gebruik je digitale tools voor de organisatie? Ja. Ik gebruik productiviteitsapps zoals Trello of Asana om digitale taakborden te maken en de voortgang bij te houden. Ze helpen me om alles onder controle te houden. Ik heb van die apps gehoord. Ik moet ze eens proberen. Heb je tips voor het bijhouden van belangrijke documenten of dossiers? Ja. Ik organiseer mijn digitale bestanden in mappen met duidelijke labels en gebruik cloudopslagservices zoals Google Drive of Dropbox voor eenvoudige toegang. Dat is slim. Ik heb vaak moeite met het vinden van bestanden wanneer ik ze nodig heb. Het gebruik van cloudopslag en mappen zou het eenvoudiger maken. Nog andere strategieën? Ja, ik gebruik ook een fysieke planner om belangrijke data en deadlines te noteren. Het helpt me om snel een overzicht te hebben van mijn planning. Een fysieke planner klinkt handig, vooral voor een snelle referentie. Ik zal overwegen om er één aan te schaffen. Hoe ga je om met afleiding? Om afleiding tot een minimum te beperken. Zet ik meldingen op mijn telefoon en computer uit tijdens drukke werkperiodes? Het helpt me om gefocust te blijven. Dat is een goede gewoonte. Meldingen kunnen behoorlijk storend zijn. Ik zou dat moeten implementeren. Hoe ga je om met onverwachte taken of wijzigingen? Flexibiliteit is cruciaal. Ik probeer wat buffertijd over te houden in mijn schema om rekening te houden met onverwachte taken of wijzigingen die zich kunnen voordoen. Slim denken. Flexibel zijn zorgt voor een beter aanpassingsvermogen. Ik zal ervoor zorgen dat ik dat in mijn planning verwerk. Bedankt, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik hoop dat deze strategieën je helpen georganiseerd te blijven en je werklast effectief te beheren. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat zullen doen. Je tips zijn praktisch en eenvoudig toe te passen. Dit is om georganiseerd te blijven en productief te zijn. Proost, John. Ik wens je veel succes met je project en om georganiseerd te blijven. Vergeet niet. Stap voor stap. Dank je wel, Anna. Jouw steun en advies betekenen veel. Ik hou je op de hoogte van mijn vorderingen. Laten we dit project samen overwinnen. Absoluut, John. Ik ben hier om je aan te moedigen. Veel succes en ik kijk uit naar je prestaties. Je hebt dit. Bedankt voor je vertrouwen, Anna. Ik zal mijn best doen. Samen zorgen we ervoor. Les 12: Online beveiliging. Anna, ik heb horrorverhalen gehoord over inbreuken op de online beveiliging. Ik maak me er zorgen over. Ik begrijp je bezorgdheid, John. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan online beveiliging. De meeste gerenommeerde websites hebben veilige. Er zijn versleutelingsprotocollen aanwezig. Toch, dat is wat ik heb gehoord. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat een website veilig is? Zoek naar het hangslotsymbool in de adresbalk en zorg ervoor dat de URL van de website begint met. HTTPS in plaats van. HTTP. Dat duidt op een veilige verbinding. A. Ah, ik snap het. HTTPS betekent dus dat de verbinding versleuteld is. Dat is een goede tip. Zijn er nog andere tekenen van een veilige website? Ja, een ander teken is een beveiligingscertificaat dat op de website wordt weergegeven. Het bevestigt dat de website is geverifieerd en betrouwbaar is. Dat is logisch. Ik zal tijdens het browsen op die borden letten. Hoe zit het met het creëren van sterke en veilige wachtwoorden? Het is cruciaal om sterke wachtwoorden te gebruiken. Vermijd het gebruik van veel gebruikte woorden of persoonlijke informatie. Gebruik in plaats daarvan een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Ik heb het begrepen. Ik zorg ervoor dat ik vanaf nu complexe wachtwoorden aanmaak. Maar ze allemaal onthouden kan een uitdaging zijn. Heb je suggesties? Het kan helpen om een wachtwoordbeheerder te gebruiken. Je wachtwoorden worden veilig opgeslagen en je hebt er toegang toe met één hoofdwachtwoord. Dat klinkt handig. Ik zal kijken of ik een wachtwoordbeheerder kan gebruiken. Hoe zit het met phishing-e-mails? Hoe kan ik ze identificeren? Phishing-e-mails lijken vaak legitiem. Maar zijn bedoeld om uw persoonlijke gegevens te stelen. Wees voorzichtig met e-mails waarin om gevoelige gegevens wordt gevraagd of verdachte links bevatten. Ik zal extra voorzichtig zijn met e-mails. In geval van twijfel moet ik de identiteit van de afzender verifiëren voordat ik persoonlijke informatie deel. Toch? Absoluut, John. Het is beter om de authenticiteit van de afzender te controleren of rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf om te bevestigen of de e-mail echt is. Goed advies. Ik zal waakzamer zijn als het gaat om het online delen van persoonlijke informatie. Hoe zit het met openbare wifi-netwerken? Openbare wifi-netwerken kunnen riskant zijn. Vermijd toegang tot gevoelige informatie of online transacties terwijl u verbonden bent met een onbeveiligd netwerk. Ik zal dat in gedachten houden. Het is beter om een virtueel privénetwerk, VPN, te gebruiken wanneer je verbinding maakt met openbare wifi voor extra beveiliging, toch? Dat is juist, John. Een VPN versleutelt je internetverkeer en helpt je gegevens te beschermen wanneer je openbare netwerken gebruikt. Uitstekend. Ik zal overwegen om een VPN te gebruiken voor extra beveiliging. Bedankt voor deze waardevolle tips, Anna. Ik voel me nu beter voorbereid. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Onthoud dat waakzaam en geïnformeerd blijven essentieel is voor het handhaven van de online veiligheid. Absoluut, Anna. Ik zal voorzichtig zijn en deze tips toepassen om mijn online aanwezigheid te beschermen. Hier is om veilig te blijven in de digitale wereld. Proost, John. Blijf veilig online. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Kennis is macht. Dankjewel, Anna. Ik waardeer je steun. Ik neem contact met je op als ik meer uitleg nodig heb. Laten we samen veilig blijven. Les 13. Spontaan weekendje weg. Hey Anna, ik was aan het denken om een spontaan weekendje weg te plannen. Heb je suggesties over waar je heen moet? Dat klinkt spannend, John. Wat dacht je van een strandbestemming? Je kunt ontspannen aan de oceaan en genieten van de zon. Dat is een geweldig idee. Ik kan wel wat strandtijd gebruiken. Heb je specifieke strandbestemmingen in gedachten? Wat dacht je van een reis naar Miami, Florida? Het staat bekend om zijn prachtige stranden, bruisend nachtleven en heerlijke gerechten. Miami klinkt fantastisch. Ik heb geweldige dingen over de stad gehoord. Zijn er nog andere strandopties die we kunnen overwegen? Een andere optie is San Diego, Californië. Het heeft prachtige stranden, een relaxte sfeer en tal van buitenactiviteiten. San Diego klinkt ook geweldig. Het zou leuk zijn om de westkust te verkennen. Hoe zit het met uitstapjes in de bergen? Eventuele aanbevelingen. Als u de voorkeur geeft aan bergen, is Asheville, Noord-Carolina, een charmante bestemming met adembenemende uitzichten, wandelpaden en gezellige hutten. Asheville klinkt als een vredig toevluchtsoord. Ik hou van het idee om omringd te zijn door de natuur. Zijn er nog andere bergbestemmingen? Een andere optie is Banff National Park in Canada. Het biedt prachtige landschappen, wandelmogelijkheden en de kans om wilde dieren te zien. Banff National Park klinkt ongelooflijk. Ik heb altijd al op bezoek willen komen. Het zou een memorabel avontuur worden. Hoe zit het met steden trips? Voor een stedentrip is New York City altijd een goede keuze. Het heeft iconische bezienswaardigheden, musea van wereldklasse en een levendige sfeer. New York City staat op mijn bucketlist. Het is zo'n iconische stad waar eindeloos veel te doen is. Nog andere aanbevelingen voor de stad. Chicago is een andere fantastische optie voor een stedentrip. Het biedt verbluffende architectuur, diverse buurten en een bloeiende eetcultuur. Chicago klinkt als een perfecte mix van cultuur en spanning. Ik zal het zeker overwegen. Bedankt voor deze geweldige suggesties, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat je de suggesties goed vond. Vergeet niet om de reisbeperkingen te controleren en accommodaties van tevoren te boeken. Absoluut, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik dien overeenkomstig plan. Het is tijd voor een spontaan avontuur. Laten we het meeste uit ons weekendje weghalen. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Veel plezier en vergeet niet te ontspannen en van elk moment te genieten. Veilige reizen. Dank je wel, Anna. Ik neem je advies ter harte. Ik zal alle spannende details delen als ik terugkom. Op naar een onvergetelijk weekend. Les 14: Medische tests. Anna, ik heb onlangs verschillende tests laten doen en dat is geruststellend. Kun je me meer vertellen over verschillende medische tests? Natuurlijk, John. Medische tests spelen een cruciale rol bij het diagnosticeren en monitoren van verschillende gezondheidsproblemen. Welke specifieke tests heb je gehad? Ik heb een bloedtest. Een röntgenfoto en een elektrocardiogram gehad. Laten we beginnen met de bloedtest. Welke informatie kan het verstrekken? Een bloedtest kan waardevolle informatie opleveren over uw algehele gezondheid. Het kan zaken als het cholesterolgehalte, de bloedsuikerspiegel en de leverfunctie meten. Dat is interessant. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Hoe zit het met een röntgenfoto? Hoe helpt het bij het diagnosticeren van bepaalde aandoeningen? Een röntgenfoto is een soort beeldvormende test waarbij straling wordt gebruikt om beelden van de binnenkant van uw lichaam te maken. Het kan helpen bij het opsporen van fracturen, longinfecties en meer. Ik snap het. Het is fascinerend hoe technologie ons in staat stelt om in ons lichaam te kijken. En wat houdt een elektrocardiogram (ECG) in? Een elektrocardiogram meet de elektrische activiteit van uw hart. Het kan helpen bij het opsporen van onregelmatigheden in het hartritme en bij het diagnosticeren van aandoeningen zoals hartritmestoornissen. Dat is goed om te weten. Het hart is zo'n belangrijk orgaan. Zijn er nog andere veelvoorkomende medische tests die het vermelden waard zijn? Ja, enkele andere veelvoorkomende tests zijn onder meer urineanalyse, briscans en ct-scans. Elke test dient een specifiek doel en levert waardevolle informatie op. Urineanalyse klinkt interessant. Wat kan het onthullen over iemands gezondheid? Een urineanalyse kan informatie geven over de nierfunctie, urineweginfecties en de aanwezigheid van bepaalde stoffen in het lichaam. Dat is nuttig. Ik wist niet dat urine zoveel informatie kon geven. En hoe zit het met MRI en CT-scans? Hoe verschillen ze? MRI-scans, magnetic resonance imaging en CT-scans, computed tomography, produceren beide gedetailleerde beelden van het lichaam, maar ze maken gebruik van verschillende technologieën. Kunt u het verschil tussen MRI en CT-scans nader uitleggen? Zeker, John. MRI maakt gebruik van krachtige magneten en radiogolven om gedetailleerde beelden te maken zonder gebruik te maken van straling. CT-scans maken daarentegen gebruik van röntgenstralen om beelden te genereren. Ik begrijp het nu. Het is fascinerend hoe deze tests waardevolle inzichten kunnen geven in onze gezondheid. Bedankt voor de uitleg, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Medische tests zijn essentiële hulpmiddelen voor zorgverleners om ons welzijn te beoordelen en te controleren. Absoluut, Anna. Het is geruststellend om te weten dat deze tests waardevolle informatie kunnen opleveren. We zetten ons in voor het behoud van een goede gezondheid en welzijn. Proost. John. Voor onze gezondheid zorgen is essentieel. Als u nog vragen heeft over medische tests, stel ze dan gerust. Dank je wel, Anna. Ik waardeer je steun. Ik zal zeker contact opnemen als ik meer uitleg nodig heb. Laten we gezond en op de hoogte blijven. Les 15. Upgraden naar een suite. Anna, ik heb een speciale gelegenheid voor de boeg, en ik zou graag upgraden naar een suite. Wat vind je daarvan? Dat klinkt als een geweldig idee, John. Een upgrade naar een suite kan een vleugje luxe toevoegen en uw speciale gelegenheid nog memorabeler maken. Precies. Ik wil dat het een heel bijzondere ervaring wordt. Hoe kan ik upgraden naar een suite in een hotel? Een manier is om rechtstreeks contact op te nemen met het hotel en te informeren naar de beschikbaarheid van de suite. Zij kunnen u informatie geven over de mogelijkheden en eventuele bijkomende kosten. Dat is logisch. Ik neem contact op met het hotel en kijk wat ze te bieden hebben. Zijn er nog andere manieren om een suite upgrade te verkrijgen? Een andere optie is om je aan te sluiten bij een loyaliteitsprogramma van een hotel. Soms ontvangen leden extraatjes, zoals gratis upgrades op basis van hun lidmaatschapsstatus. Ah, dat is interessant. Ik zal kijken of het hotel een loyaliteitsprogramma heeft waar ik lid van kan worden. Hopelijk vergroot dit mijn kansen op een upgrade. Het is het proberen waard, John. Loyaliteitsprogramma's kunnen vaak extra voordelen en privileges bieden tijdens uw verblijf. Ik zal er zeker naar kijken. Wat de suite zelf betreft. Wat kan ik verwachten in vergelijking met een gewone kamer? Een suite is doorgaans groter en ruimer dan een gewone kamer. Het kan bestaan uit een aparte woonkamer, een kitchenette en verbeterde voorzieningen. Dat klinkt fantastisch. Ik zou graag die extra ruimte en comfort willen hebben. Het zou de gelegenheid nog specialer maken. Absoluut, John. Suites bieden vaak een luxueuzere en comfortabelere ervaring, zodat u kunt ontspannen en met volle teugen van uw tijd kunt genieten. Dat is precies waar ik naar streef. Ik wil een onvergetelijke ervaring creëren voor deze speciale gelegenheid. Bedankt voor je advies, Anna. Je bent van harte welkom, John. Ik ben blij dat ik kon helpen. Ik hoop dat je een suite kunt bemachtigen en een geweldige tijd hebt om je speciale gelegenheid te vieren. Ik waardeer je steun, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik alle details deel en hoe het is afgelopen. Op naar een onvergetelijke en luxueuze ervaring. Proost, John. Ik kan niet wachten om erover te horen. Geniet van uw speciale gelegenheid en beleef een fantastische tijd in uw geupgrade suite. Dankjewel, Anna. Ik ga er zeker het beste van maken. Je goede wensen betekenen veel. Laat het feest beginnen.